Ja, jij hebt net geleerd om te flamen, dus we willen heel graag flamen. Zeg ik jullie. En ik wil jullie mijn lifehacks, tips, handige dingetjes vertellen over hoe je nekklachten tegen kan gaan. En nu is het tijd om lekker in bad te gaan. 3, 2, 1, en go! Ja, dat was het. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag 7 december als ik het goed heb. Ik heb mijn nieuwe trui aan, die ik dus gisteren gekocht heb. En ik voel me echt helemaal kerstig. Want ik heb natuurlijk deze trui aan en de ketting die ik altijd om heb en de oorbellen die ik eigenlijk altijd in heb. Het glinstert allemaal zo. Ik moet eigenlijk over 5 minuten in de auto zitten en ik heb nog niet ontbeten. Ik heb ook nog mijn spullen niet gepakt, dus dat ga ik even allemaal heel snel doen. Ik heb alleen eventjes een bakje met nieuw yoghurt naar binnen gegooid, want mijn brood was op. Dus ik kon geen brood maken en ook niet meenemen. Dus ik moet straks maar even wat kopen. En ik heb mijn haar weer gewassen met shampoo alleen. Dus we hadden 3 dagen niet gewassen. Ja, ik had 3 dagen niet gewassen. En ja, het voelt nu echt wel weer super chill. Alleen vroeger moest ik het echt altijd met crème spoeling ook wassen. Anders voelde het echt nog steeds als touw. Maar ja, dat hoef ik dus nu niet meer. Nu ik het aan het uitstellen ben, dan is shampoo alleen al genoeg. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar ik kom nog niet echt over die grens van 3 dagen heen. Ik ben op de paardenplaats. Daar loopt Maxi net weg. En dit is Happy. Het is onze knappe Happy Feet. Oh. Ja, jij hebt net geleerd om te flamen. Dus we willen heel graag flamen. Zeg ik jullie. Maar Happy die heeft volgens Maxi tinkersokken. Grapje natuurlijk. Maar ze heeft zaterdag. Toch? Zaterdag toch? Zondag. Haar eerste wedstrijd weer sinds heel lang. Dus ze wilde even dat hij mooie voetjes had. En Happy die hoeft niet geschoren te worden, want hij heeft echt geen vacht. Nou, niet zoals Marley. Er zijn de meningen over gedeeld. Nou, maar goed, ik ga dus even zijn sokjes scheren. Ik heb deze meegenomen van de scheervideo en dat ga ik eventjes doen. Heb je zin in? Kom op. Ja. Hoe onrustig onze kleine Hapje is met stilstaan, was hij net echt super braaf. Met zijn voetjes. En er is niet heel veel van afgekomen. Hij heeft hier weer mooie sokjes. En het wit is opgeschoren. Dus je ziet er weer picobello uit. Hapje? Ja. Ik ben weer onderweg terug naar huis van school. En het was niet heel boeiend om het weer te filmen of zo. We hebben ook niet echt boeiende lessen om te filmen. Want de boeiendste les heb je eigenlijk in het eerste en tweede jaar. En in het derde en vierde jaar ga je natuurlijk iets meer, iets dieper overal op in. Maar we hadden bijvoorbeeld wel een vak vandaag. Het heet Hippies Recht. En recht bedoelen ze dan echt vooral de juridische tak. En bijvoorbeeld als een manege of iets failliet gaat en hij komt in de schuldsanering, dan wordt eigenlijk per direct je uitgaven op nul gezet. Maar wat als jij dan 's avonds terugkomt van die rechtszaak en er ligt een paard te half dood te gaan of die er moet per direct een dierenarts bij, want het zijn natuurlijk wel kosten die je maakt. Dus hoe ga je daar dan mee om? En dat is dan bijvoorbeeld omdat het paard in de inboedel van de manege hoort en je mag dus wel kosten maken om de inboedel te redden, om het zo te zeggen. Dus op zich wel heel interessant weer. En ik ben nu onderweg naar huis en ik heb straks afspraak bij de fysio en daar kijk ik heel erg naar uit, gewoon lekker losgemasseerd worden. En dan ga ik ga eerst even wat eten straks, want ik heb echt heel erg honger. Ik heb wel, ik had vanochtend natuurlijk een bakje yoghurt op en ik heb op school een broodje knakworst gehaald. Dat was een soort van ontbijt. En daarna heb ik niks meer gehaald, omdat ik dus Happy ging scheren in de pauze. Dus ik heb heel erg honger. Het regent echt al heel de tijd, dus ik ben op de fiets, ik ben lopend naar de fysio gegaan. Ik loop ook onder een paraplu. En ik ben dus bij de fysio geweest en hij zei tegen me dat echt veel minder spierspanning in mijn schouder en in mijn nek zit dan de eerste keer dat ik bij hem kwam. Dus dat is natuurlijk heel positief. En ik heb ook, hij vroeg nog van hoe werkt het dan, jouw werken als vlogger en zo. Hij was heel geïnteresseerd. Dus ik zei zo dat ik mijn vloggers deed en dat ik heel veel vertel in mijn vlogs ook over mijn nek. Omdat meerdere mensen dat hebben en heel interessant vinden en zo. Dus toen zei ik van, mag ik dan de volgende keer vloggen bij je? Dat je misschien een stukje van de behandeling laat zien of een beetje uitlegt wat er is. Of wat misschien mensen zelf kunnen doen om hun houding te verbeteren bijvoorbeeld. En hij zei, oh ja, dat lijkt me wel leuk en zo. Dus de volgende keer als ik ga sporten, dan kunnen jullie al een stukje meekrijgen. En de volgende keer als ik naar de fysio ga, dan kunnen jullie al een stukje meekrijgen.
Dus ik hoop dat jullie dat natuurlijk leuk vinden. Mijn nek is echt weer super lekker los. Heel fijn. En deze keer is ook de linkerkant van mijn nek meegenomen. Omdat de vorige keer alleen maar rechts deden. En toen had ik zeg maar 3 dagen lang geen pijn aan rechts. En toen begon links een beetje te zeggen van ik kan ook. Dus hij heeft links ook een beetje gedaan. Maar ik heb ook tips gehad van hoe ik mijn arm moet houden als ik aan het vloggen ben. Want als je lang die camera omhoog houdt en er tegen aan het praten bent, dan hou je je schouder ook heel verkeerd. Dus daar kan ook die pijn in mijn schouder vandaan komen. En ik moet zeggen, nu ik dit verhaaltje aan het praten ben, voel ik het ook weer in mijn schouder al gelijk. Dus ik ga maar stoppen. En ik zal jullie thuis meer tips geven. Oké, ik ben thuis van de fysio. En ik wil jullie mijn lifehacks, tips, handige dingetjes vertellen over hoe je nekklachten tegen kan gaan. Of op zijn minst verminderen. Want sinds ik het heb gedaan, mijn nekklachten zijn niet meer te verhelpen door gewoon simpele dingetjes. Maar dat moet echt behandeld worden. Door al deze dingen zeg maar te gebruiken in mijn dagelijks leven is het wel echt al een stuk minder geworden. Dus dan kan het jou daar misschien ook mee helpen. Of je kan erop letten bijvoorbeeld. Nou, als allereerste, houding is alles. Houding is echt alles. En ja, kijk, je kan bijvoorbeeld op een stoel zitten. En dan ben ik zo achterover gezet. Maar je moet natuurlijk eigenlijk gewoon rechtop. Schouders naar achter, borst vooruit. Eigenlijk ook zoals je op je paard hoort te zitten. En dat is eigenlijk het beste. En ook belangrijk om je schouders laag te houden. Dus naar achter en laag. Want ik doe heel snel schouders optrekken en ja, naar voren. Maar schouders en laag. Dus ja, dat is in ieder geval iets waar je heel erg op moet letten. En eigenlijk in bijna elke tip komt die terug. Want mijn eerste echte lifehack iets is namelijk een steun voor je laptop nemen. Als je een computer hebt, heb je daar geen last van. Want je computer, je scherm staat natuurlijk op zo'n pootje. Dus je zit gewoon op ooghoogte naar je computer te kijken. Maar je laptop, die zit natuurlijk beneden. Dus dan zit je zo te kijken naar je laptop. En dat is nou hetgene wat heel erg slecht is voor je nekspieren. Dus, sommige mensen hadden het al gezien in mijn video's. Maar dit is mijn, let niet op deze rotzooi. Dat is nog steeds van de surprise. Ik moet nog steeds een surprise maken, dus ik ruim het daarna wel op. Mijn laptop staat op een steuntje, zoals je kan zien. En dit kan je echt, op heel veel plekken kan je dat kopen. Maar hierdoor staat mijn laptop gewoon een stukje hoger. Ja, dat kan je wel zien. En misschien denk je van, oh, dat is toch heel vervelend type. Nee, ik vind het zelfs nog fijner type dan dat je normaal gesproken typt. Als je gewoon zo typt, nu typ je natuurlijk zo. Ik vind het eerlijk gezegd fijner typen. En ik heb dan wel gewoon een externe muis erbij. Ik gebruik eigenlijk niet die muispad die op mijn laptop zit. Maar nu zit ik gewoon dus recht tegen mijn laptop aan het kijken. Nu is het gewoon wat meer op ooghoogte. Dus ja, dat is in ieder geval echt een tip die ik kan meegeven voor iedereen die een laptop gebruikt. De tip nummer 2 is waar ik pas een maand geleden achter ben gekomen. Iemand had het ook zelfs in een DM naar mij op Instagram gestuurd. En als ze dat voor mij, voor die maand had gezegd, dan had ik er echt wat aan gehad. Maar ja, nu wist ik het dus al. Je kaken. Heel belangrijk. Ik had na horse event had ik pijn in mijn kaak gekregen. Ik dacht eerst gewoon is spierpijn. Hè? Want ik moet heel de weekend moet ik lachen, praten. Vooral na de meet and greet is dat echt pijn. Dat ik echt van alleen maar lachen de hele tijd. Dat ik echt pijn in mijn kaak gekregen. Maar ik had het wel eens eerder gehad. En dat gaat eigenlijk trekt dat altijd wel weg. Maar nu trok het dus niet weg. En ik heb letterlijk een maand lang last van mijn kaak gehad. En zo last van mijn kaak gehad dat ik gewoon niet mijn mond verder dan dit open kon doen. Als ik een boterham naar binnen wilde doen, tosti naar binnen wilde doen, überhaupt iets naar binnen wilde doen, dat deed altijd pijn. Dus dat is natuurlijk heel erg vervelend. Toen ben ik naar de huisarts gegaan om te vragen wat er dus aan de hand is. En hij kon het ook niet vinden. En toen zei hij van, nou, we hebben dus hier zo in het gebouw ook een fysiotherapeut zitten en een tandarts. En die werken samen. En het heeft een speciale naam, die zal ik hier wel even neerzetten. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar het heeft een speciale naam dat een tandarts en een fysio tegelijkertijd dus naar je kaak kijken. En dat hebben ze absoluut niet overal. Dat hebben ze daar zo. En het zal vast ook wel meer plekken in het land zijn. Maar waar de fysio even iets niet weet, kan de tandarts hier weer aanvullen. En waar de tandarts misschien iets niet weet, kan de fysio weer aanvullen. Maar bij mij was het best wel snel duidelijk. De tandarts die keek in mijn mond en die zag heel mijn gebit aan de binnenkant van mijn wangen staan. Dus daar, aan de binnenkant van je wangen, stond heel mijn gebit ingegraveerd. En dat betekent dat ik mijn wangen heel erg tegen mijn kiezen aanhoud. En dat gebeurt doordat je je tong tegen je gehemelte aanhoudt en een soort zuigeffect maakt. Probeer het misschien maar eens uit, maar als je je tong tegen je gehemelte aanlegt en je maakt een soort van zuigeffect, tegelijkertijd dan worden je wangen dus naar je kiezen getrokken. En wanneer doe je dit nou? Dit doe je, hij noemt het, als je heel erg prestatiegericht werkt. Dat zei je dus al voordat ik had verteld met wat mijn werk was. En toen vertelde ik dus later wat mijn werk was. En toen zei hij dus van, nou, super logisch, want jij wil heel graag presteren. Zowel op evenementen als in je video's. En
ja, daardoor ga jij je kaken op elkaar doen. En hij zegt ook van daar komt ook wel een beetje het spreekwoord vandaan. Dus hij noemde dat spreekwoord en ik denk dan dat het daar vandaan komt. Hij zegt van als je een jonge, ambitieuze vrouw bent die echt voor de werk gaat en prestatiegericht bezig is. Hij zegt vrouwen hebben er sneller last van dan mannen. Dan is het echt zo van je hebt heel veel werk om te doen en je wilt het ook graag goed doen. Daarom zeggen ze vaak hè, schouders eronder, kies op elkaar en even doorbijten. Nou, schouders eronder, dat kan je wel noemen. Want ik heb last natuurlijk van mijn schouders en van mijn nek. En kies op elkaar, even doorbijten. Dat doe ik dus ook. En daardoor komt er heel veel spanning in je kaak. En in je kaak staat verbinding met je nek. Dus dat is heel erg logisch dat je daardoor ook ja, klachten kan krijgen. En het is super lastig om dit af te leren. Echt waar, ik ben er nu al anderhalve maand mee bezig om dus mijn kaakhouding te veranderen. En mijn wangen te veranderen. Nou, het is misschien ietsjes veranderd. Maar het is echt heel moeilijk. En al kan ik er overdag heel veel aan denken. Dan ga ik weer slapen. En in mijn slaap heb ik het niet onder controle. Dus dan word ik wakker. En dan staat weer heel mijn kiezen staan en weer in mijn wang gegraveerd. Terwijl voordat ik ging slapen het allemaal een beetje vervaagd was en zo. Dus ja, dat is best wel heel erg lastig. Maar ja, als je het weet, dan kan je er wel rekening mee houden. En als je het niet weet, dan kan je dat dus niet. Dus, je kaakhouding is ook een hele belangrijke. En sowieso natuurlijk gewoon heel je houding en heel je lichaam staat in verbinding met elkaar. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld last van je nek kan hebben, kan het ook zijn dat er iets in jouw rug verkeerd zit. Waardoor dat weer in verbinding staat met je nek en je nek daardoor niet goed kan functioneren. Dus mocht je ergens last van hebben, kan het ook van een hele andere plek komen. Mijn bekken stonden bijvoorbeeld scheef en dat heeft 3 fysio's geleden heeft dat opgelost. En sindsdien heb ik geen last meer van mijn onderrug. Maar mijn nek blijf ik dus wel houden. Omdat het dus echt aan de spier in mijn nek ligt. En niet ergens anders. Maar dat kan dus ook. Nou, in samenwerking met de fysio en de sportschool in dat gebouw. Ben ik dus bezig met mijn spieren goed te trainen. Om mijn houding aan te passen. Omdat ik dus best wel heel erg met mijn schouders naar voren zit. Zijn deze spieren zijn verkort. En die rugspieren zijn verzwakt. Dus wat we gaan doen is schouders naar achter. Een beetje laag houden. Gaan we deze spieren gaan we oprekken. En mijn schouderspieren gaan we sterker maken om dat vast te kunnen houden. En ik moet zeggen, ik heb me dus gisteren natuurlijk naar wezen sporten. Ik heb hier spierpijn. Ik heb daar ook spierpijn. Terwijl we helemaal geen heftige oefeningen doen. We doen bijvoorbeeld oefeningen dat ik vooral mijn houding goed moet hebben. Dan heb ik zo 2 gewichtjes aan een elastiek bijvoorbeeld. En dit is het enige wat ik doe. Gewoon puur de coördinatie van oh en dan oh weer borst naar voren, schouders naar beneden. En we gaan weer verder. Dat gaat dan weer een beetje langzaam terug. En dan moet ik weer oh. Borst naar voren, schouders naar beneden en weer verder. En zo gaat het alleen maar door. En daardoor krijg ik de spierpijn hier, omdat mijn spieren het helemaal niet gewend zijn. Maar ik merk dus wel al dat ik eigenlijk al 2 weken zeker minder last van heb van mijn nek. Het is absoluut nog niet weg, maar ik heb al minder last van mijn nek. Doordat deze dus helemaal gemasseerd wordt en doordat die spieren dus opnieuw getraind worden. Het volgende stukje heb ik in de auto opgenomen. Dit zijn nog 3 tips die ik voor jullie heb. En deze heb ik speciaal in de auto opgenomen, omdat dit onder andere ook in het autorijden van toepassing is. Dus die zien jullie nu. Bij je houding komt natuurlijk niet alleen je houding in je lopen, zitten, staan, liggen, weet ik het wat allemaal. Maar ook de houding hoe je in je auto zit. En ik denk dat veel van mijn kijkers misschien nog geen rijbewijs hebben natuurlijk. Maar je houding in de auto zegt ook heel veel over... ja, want je zit natuurlijk best wel lang. Misschien wel een uur of zo. Langer, korter. In de auto. En dan heb je dus ook wat hacks om ja, je klachten wat te verminderen. Je ziet hier mijn stoel. En je hebt dus hier, zoals je goed hier naar kijkt, heb je dus dit. Je ziet, nu gaat het weg. En nu wordt het boller. Oh, moet het echt beter? Naast je stoel zit dus een soort hendeltje hier zo. En deze kun je naar voren doen. En deze kun je naar achter doen. Dat gaat dus de rugsteun in je rug. Het is een heel klein verschil, maar je voelt het echt in je rug. En het helpt ook zeker met je houding. En het is belangrijk dat je stoel ook niet te ver naar achter staat. En redelijk recht, zodat je gewoon rechtop in je stoel zit. Wat ik dus best wel veel doe als ik een jas aan heb, is dat ik zo lekker mijn kin in mijn jas ga stoppen. Schouders optrekken. En dan heb ik het idee dat ik het warmer heb. Want zo is natuurlijk zo, dit is helemaal open. En als ik zo ben, dan is het allemaal dicht. Dus er komt er geen koude lucht in. Maar bijna niks is in je houding zo slecht om dat te doen. En we doen het allemaal. Maar dat is echt, als ik heb gemerkt toen ik deze jas kocht. Dat ik echt in één keer van meer pijn in mijn nek kreeg. En zeker met toen het echt een paar dagen super koud was, kreeg ik veel meer pijn in mijn nek. Omdat ik heel de dag zo liep. Kin ingetrokken naar achter. Dus dan zit je een beetje zo'n onderkindje krijg je dan. En ja, dan zit je zo. En dat is zo slecht voor je nek en die spieren en die gewrichten die daar zitten. Dus als je je nek warm kan houden door een sjaal of gewoon een jas die goed aansluit. Of gewoon niet
jezelf zo in je jas poppen. Dat is echt zoveel beter voor je nek. Ik betrap er zelf ook regelmatig op dat ik zo aan het autorijden ben. Als ik ze zo te kijken naar de weg voor me. Ik ben nu wel geparkeerd, maar maakt niet uit. Maar dat, vooral in het begin deed ik dat heel erg. Maar nu zit ik gewoon een beetje op dit niveau. Eigenlijk is het gewoon best als ik gewoon op een normaal niveau zit. Dus ik begon ergens hier. Ik zit nu hierop. Maar normaal gesproken moet ik hier zo zitten. En ja, ook dat heeft gewoon te maken met je nek. Elke houding die je jezelf aanleert die verkeerd is, heeft gewoon te maken met dat je nekklachten kan krijgen. Het is nu 2 dagen later volgens mij. En ik ben bij mijn ouders. Dus dat zien jullie in de vlog over 2 dagen. Maar ik bleek een hele belangrijke tip vergeten te zijn. Dat is namelijk je kussen. Want dat is ook echt super belangrijk over voor je nek. En ik had altijd gewoon een heel zacht kussen. Want ik vind het altijd heel fijn om plat te liggen. Ik slaap nog liever zonder kussen dan met een dik kussen bijvoorbeeld. Zij zei van ja, maar dat is juist niet goed. Want dat ondersteunt je nek helemaal niet. Dus je moet juist een goed gevormd kussen hebben. Dus deze is heel erg stevig. En zoals je ziet, deze heeft een soort van half maan vormpje. En dat is dus gemaakt. Zodat als je hem zo doet, dan is het de bedoeling dat je dit draait. Zodat het meer onder je is. Omdat je kin dus ook ondersteund moet worden door je kussen, omdat je anders heel scheef gaat liggen. En dan kan je schouder pas dan mooi hier tussen. En dan ligt je hoofd gewoon goed verdeeld over heel wat kussen, zeg maar. Als je zo gaat liggen en je kin valt weg. Nou, dat ligt misschien wel lekker voor jezelf, maar dat is helemaal niet goed. Want nu ga je helemaal je nek verdraaien. Dus je moet je kussen zo leggen. Kijk daar goed op. Als je dus zelf op zoek gaat naar zo'n kussen, dan kan je heel vaak gewoon naar zo'n kussen speciaalzaak van bedden, reus of weet ik veel wat. Dan gaan zij jou helpen met zoeken naar een goed kussen. Dan gaan ze dat op een bed leggen wat tegelijkertijd ook jouw matras is. En dan gaan ze dus helemaal bespreken met wat voor kussen het beste bij jou past. En moet ik zeggen, de kussen zijn wel heel duur. Dit kussen kost 120, 130 euro volgens mij. Maar goed, een kussen is echt een investering. En als het goed is, doe je daar gewoon een aantal jaar mee. En je krijgt zo'n kussen ook heel vaak een soort van op proef. Je moet hem wel eerst betalen en dan kan je hem vaak 1 of 2 weken op proef. En als je dan vindt dat het niet helpt, mag je hem terugbrengen. En dan kan je op zoek gaan naar een nieuwe of je geld terugkrijgen. Maar ja, ik heb hem nu iets langer dan een week. En ik merk wel dat ik echt veel beter slaap. Ik word in ieder geval niet meer 's nachts wakker bijvoorbeeld. En ik word ook wel met minder nekpijn wakker. Dus ik hou het kussen gewoon. En ja, een kussen is gewoon heel erg belangrijk. Ook om je nekklachten te voorkomen. In totaal heb ik nu volgens mij 7 tips genoemd. Ik had ze even op mijn telefoon. Ik heb laptopsteun. Ik heb rugsteun in je auto. Ik heb je hoofdhouding. Schouderhouding. Niet je hoofd wegstoppen in je jas. Ik heb je kaakhouding. En natuurlijk alles staat in verbinding. En het gaat eigenlijk gewoon uiteindelijk om je hele houding. Dat zijn, als het goed is, 7 tips. Als ik goed kan tellen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Heb jij nog andere tips voor je schouders of je nek of wat dan ook? Dan mag je hier natuurlijk altijd even hier beneden in de reacties achterlaten. En ik had natuurlijk ook nog verteld dat de fysio had een beetje had uitgelegd hoe ik mijn arm schouder moet houden als ik aan het vloggen ben. Ik wil sowieso een beetje wisselen met de kant waarmee ik aan het vloggen ben. Omdat ik eigenlijk altijd deze kant gebruik. Dus het is best wel logisch dat ik dus aan deze kant meer problemen heb. Maar als ik aan het vloggen ben, dan rust je arm eigenlijk op deze spieren die hier zitten. Maar die kunnen dat niet allemaal zo lang aan. Dus dan gaat hij de spieren die hier bovenop zit, gaat hij erbij halen. En dat is niet goed eigenlijk. Dus je ziet dat mijn schouder nu best wel naar voren is. De bedoeling is dat ik mijn schouder naar achter ga plaatsen. En omlaag. En eigenlijk zo ga vloggen. En dat zal heel erg wennen worden. Ik ga er proberen op te letten. En ja, dan zou eigenlijk deze spieren dus niet meer te pakken. Want dan gaat hij de spieren achterop pakken. En dan zou het beter moeten worden. Dus ik ben benieuwd. Hallo, daar was ik weer. Ik heb net even boodschappen gedaan. Oh, mensen, even dit. Was mijn constructie niet meer. Ik heb net even boodschappen gedaan. Want jullie nemen me echt niet meer serieus als ik zeg dat ik gezond eet. Want ik heb dit gehaald. Dit is echt de beste chips ever. Nibbits. En die stikjes ervan. Maar ik wil dus eigenlijk straks in bad gaan. Want ik ga niet vandaag naar Mardi. Dus ik heb eindelijk eens even tijd om lekker even in bad te gaan. Dus dan wil ik altijd. Dan neem ik altijd mijn laptop mee. Ga ik lekker Netflix kijken. En dan vind ik het ook fijn om dus even iets te eten mee te nemen. En dan kom ik eigenlijk altijd uit de chips. Ik heb deze weer gehaald. Het grappige hiervan is dat ik sinds die video online is gekomen, kreeg ik alleen maar DM's binnen van mensen die dus deze ook gehaald hebben. En een dag later kreeg ik allemaal DM's binnen van het vak dat leeg is. Dus vet grappig. Ik weet natuurlijk niet of al die mensen namens mij gekocht hebben, maar het is wel echt heel grappig. En ik heb eventjes zo'n opwarmmaaltijd gehaald. Ik ben er niet heel fan van, want het is wel een beetje algemeen bekend dat ze niet volgens mij super gezond zijn. Tenminste, als je het zelf maakt, zeg maar vers maakt, dan zou het veel gezonder zijn. Alleen, ik eet morgen niet thuis. Dit zaterdag niet thuis en zondag waarschijnlijk ook niet. Dus dan ja, heb ik niet zoveel zin om iets voor mezelf te gaan maken. Want eigenlijk bijna elk gerecht dat je maakt is wel voor meerdere personen. Dus dan kan je er meerdere dagen van eten als je in je eentje bent. Dus als iemand nog gerecht heeft
voor als je in je uppie bent voor één dag. Laat het alsjeblieft even beneden weten. Oh, en misschien kunnen jullie mij mijn fruit dilemma oplossen, helpen. Ik eet eigenlijk bijna geen fruit. Je hoort volgens mij 2 stukken fruit per dag te eten. Nou, ik eet misschien 2 stukken fruit per maand. En ik wil al meer fruit gaan eten, maar ik vind fruit niet zo super lekker. Ik vind bananen niet zo heel erg lekker. Ja, voor af en toe, maar niet voor elke dag. Ik vind appels niet zo heel erg lekker. Mandarijnen ook niet zo. En ik vind nectarine bijvoorbeeld heel erg lekker. Alleen, ik heb altijd drama met die dingen, met dat ze te hard zijn. En dan liggen ze al 2 weken in die koelkast, zijn ze nog steeds super hard. Dus als iemand iets weet hoe ik alsnog aan mijn fruit dingen kan komen. En je hebt wel van die bakjes waar dan verschillende stukken fruit in zitten. Maar dat is eigenlijk 2 euro of 3 euro voor zo'n klein minuscuul bakje. En denk van ja, hallo. Nog duurder. Ik ben maar een arme student. Maar goed. Als iemand dat weet, laat alsjeblieft even weten in de reacties hier beneden. En ik heb ook een pakketje opgehaald. Die had ik bij de Hoogvliet laten bezorgen. En het zijn denk ik mijn posters. Alleen normaal gesproken als ik een poster bestel, dan komen ze in zo'n doos aan. En nu is het in zo'n doos. Dus ik denk dat ze gewoon opgerold zijn. Maar we gaan het zien. Plus een enorme lading aan bubbeltjes plastic. Zijn dit inderdaad de posters. Voordat ik mijn webshop overdroeg naar Agradi, heb ik natuurlijk zelf even een tijdje een webshop gerund. Waar ook mijn posters op verkrijgbaar waren. En mijn posters waren na Horse Event toen op. Dus die moest ik opnieuw bestellen. Alleen dat was best wel heel veel gedoe. Dus ik heb nu pas die posters binnen. Dus ik kan nu pas ook die bestellingen gaan versturen. Alleen lastig is dat sommige mensen ook die poster plus een polo besteld hebben. En die polo die ligt natuurlijk nu al bij Agradi. Daar heb ik even geen rekening mee gehouden. Dus volgens mij over 3 dagen volgens mij krijg ik mijn kerstpakket van Agradi. Super lief dat ze dat geregeld hebben. En de schoonouders van de baas van Agradi, zeg maar, die wonen in Ede of wonen vlakbij. Dus die nemen dan mijn kerstpakket mee. Omdat Agradi in Den Bosch zit. En dat is wel heel erg ver om elke keer weer te rijden. Dus die nemen mijn kerstpakket mee. En die nemen dan ook gelijk die polo's mee. En dan zorgt hij dat die erbij zitten. Dus mocht jij nog steeds op mijn polo wachten of op mijn poster, komt die er echt volgende week aan. En dan hoop ik eindelijk iedereen zijn polo, poster, wat dan ook gegeven te hebben. Zodat ik echt officieel mijn webshop kan gaan sluiten. En gewoon lekker alles via Agradi kan gaan doen. En nu is het tijd om lekker in bad te gaan. Ik heb deze van de Hema. Echt super lang heb ik deze al. En die ga ik lekker in bad doen. Terwijl het bad aan het vollopen is, ga ik niet heel veel bij zitten. Want anders krijg ik het koud. Dus ik ga mijn laptop pakken. En ik ga mijn chips pakken. En ik ga mijn drinken pakken, dat neem ik allemaal mee. En dan ga ik me even omkleden, even mijn badjas aandoen. Handdoeken pakken. En dan lekker in bad. En ik neem de camera niet mee. Een soort van logisch. Maar ik zet altijd, je hebt bij ons bad, wat je misschien net zag, hebben een soort van rand. En die rand heeft zeg maar op het hoekje, heeft hij een soort van extra randje zitten. En mijn laptop heeft zeg maar aan de onderkant, heeft hij van die soort van rubberen, ja, pootjes, steuntjes. En die kan, die we haken daar precies achter, zeg maar. Dus ik hoef niet te bang te zijn dat mijn laptop van die rand afvalt of wat dan ook niet. Het zit best wel stevig. Dus ja, het zal misschien niet zo heel goed zijn om je laptop mee te nemen in bad. Want je zit natuurlijk met vochtigheid en zo. Maar ja, ik wil gewoon lekker met mijn laptop in bad zitten. Ik neem ook altijd mijn telefoon mee. En iedereen van, oh, ben je dan niet bang dat je je telefoon laat vallen in bad? Nou, ja, misschien wel. Maar eigenlijk als je gewoon dat ding vasthoudt, dan niet. Dus ik ga lekker alles pakken. Ik zie jullie straks na bad wel. Ik zit nog lekker in mijn badjas en ik heb een knot op. En jullie horen nu Henk, Jan en Imke. Ik krijg jullie binnenkort te zien. Ik ben namelijk die vragen aan het verzamelen. Die waren vandaag in de feed in de reacties achtergelaten. Ik ga nog even een late night snack maken. Oh, en Stephanie komt ook nog eens binnen. Dus iedereen is nu compleet. Ik heb gegeten en ik lig lekker in bed. En het is tijd om wat Q&A vragen te gaan beantwoorden. Ik heb er weer heel veel gekregen, dus ik ga de leukste voor jullie uitkiezen. Horse-TV vraagt, hoe lang heb je je oude verzorgpony verzorgd en mis je haar nog en ga je nog wel eens op bezoek? Nou, ten eerste, het is een hij, het is een ruim en hij heet Magic. En ja, op zich, nou ja, ik mis hem niet echt omdat ik natuurlijk Marley heb. Dus dat vult heel veel in het gemis. Ik heb Magic ongeveer 3 jaar verzorgd en ik heb echt alles met dat beest geleerd. Op een gegeven moment zat ik ook gewoon zonder zadel, op in galop, met een halstertje. En als ik dan gebeld werd, dan nam ik gewoon op, weet je wel, want dat soort rare dingen. En leuk is dat je vraagt, maar ga je nog wel eens op bezoek? Vroeger ging ik wat vaker op bezoek nog, toen ik nog in mijn sluis woonde. Maar we gaan natuurlijk zaterdag naar mijn zus toe, want die is jarig. Dus die is eigenlijk morgen, vrijdag 8 december, jarig. En ik heb dus gevraagd of ik zondag langs mag gaan. Dus dan is Cynthia, Magic's eigenaar, er ook. Want die vindt het ook wel leuk om even te zien. En ja, gewoon even lekker over Magic te praten. Misschien gaan we even met Magic wandelen. Of, ja, weet niet. En volgens mij de bijrijder van Magic nu,
die is volgens mij fan van mij ofzo. Dus die wilde ook nog even zien. En het lastige van Magic is dat hij Cushing heeft volgens mij. Weet ik niet helemaal zeker. Maar hij had iets aan zijn longen volgens mij. Waardoor hij nog helemaal geen zware ruitertjes meer op hem mag hebben. Maar hele kleine ruitertjes op hem mag hebben. Hij mag nog gelukkig wel bewegen en alles en zo. Maar ja, ik zou er bijvoorbeeld niet meer op kunnen. Buiten dat ik ook te groot ben voor hem. Maar qua gewicht ook niet meer. Maar goed, ik ga dus zondag bij hem op bezoek. Dus dat zien jullie in de vlog van zondag. Jorna Roelen vraagt. Was je specifiek op zoek naar een paard of pony toen je Marley kocht? Of is Marley meer een impuls aankoop omdat je hem zo mooi vond? Nou, eigenlijk allebei niet echt. Maar ik ga dan eerder voor antwoord 2. Omdat ik niet per se op zoek was naar een paard of pony. Ik wilde natuurlijk wel heel graag eentje. Maar ja, mocht niet van mijn ouders. En toen zag ik dus Marley staan. En toen was ik echt in één klap verliefd op hem. En toen ik wist dat het van een handelaar was. Dus dat hij te koop stond. Ging ik natuurlijk alles eraan doen om mijn ouders over te halen. En eigenlijk was het meer doorslaggevend. Omdat ik Marley helemaal zelf heb betaald. En ook helemaal zelf ging onderhouden. Dus mijn ouders hadden er in eerste instantie geen kosten aan. Ze hebben wel eens dingen natuurlijk voorgeschoten. Als ik ineens een dierenartsrekening had. En ik niet in één keer kon betalen. Dus dat was heel fijn dat ze dat deden. Maar ja, ik heb hem aan de ene kant een beetje als impuls aankoop gedaan. Omdat ik er dus niet over nadacht. Van goh, ik ben nu 14. Misschien moet ik eens een paard gaan kopen. Maar ik had meer zoiets. Oh, Marley ziet er leuk uit. En ik ga er toch alleen maar recreatief mee rijden. Bla bla. Eigenlijk heb ik hem met die reden gekocht. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil nooit een fjord hebben. En Marley was een halve fjord. Dus ja, het is wel een beetje een impuls aankoop geweest. Maar zeker niet dat ik er spijt van heb natuurlijk of zo. Jana Beke vraagt, hoeveel verzorgsters heb je al gehad voor Marley? Omdat het natuurlijk van de video is dat ik je handen voorstel en dat jullie haar in de les zien. Nou, mijn allereerste verzorgster voor Marley was Debbie. En Debbie heeft mij ook geholpen met Marley in te rijden. En ze heeft hem daarna heel lang op de donderdag ook nog verzorgd en ook wat wedstrijdjes met hem gedaan. Toen ging ik Marley meenemen en toen ze bij heel even op mijn neusje blauwe draad in Renen gestaan. Daar is Sabine begonnen met Marley verzorgen. Sabine ging later verhuizen en het was gewoon allemaal niet meer echt te doen. In die tussentijd was ik ook al naar stal Roosendaal gegaan. Toen is Larissa gekomen. Larissa die liep stage maar op stal. Dus ik vroeg aan Astrid van, goh, Sabine is gestopt, weet je nog iemand? En toen is Larissa dus Marley gaan doen. En Larissa is laatst dus gestopt omdat ze er geen tijd meer voor had. En ik had het idee dat ik zelf meer tijd had. Had ik op dat moment ook. Maar nu merk ik toch dat ik het toch wel mis om een verzorgster te hebben. Dus heb ik toch maar weer een soort van stilletjes op zoek gegaan naar een nieuwe verzorgster. En Astrid die wist eigenlijk niemand op dat moment. En toen had Johan dus zelf een berichtje, een DM op Instagram gestuurd. En toen dacht ik van ja, op zich, je profiel klinkt heel tof. En toen is ze gekomen en ze kan ook heel leuk met Marley overweg en ze rijdt heel goed. Dus dat maakt in totaal 4 verzorgsters. Dit waren de Q&A vragen voor vandaag. Ik weet dat de video van vandaag niet echt heel veel invulling had, omdat ik dus naar school ging. En wat heb ik daarna gedaan? Fysio heb ik gedaan. En daarna heb ik niet heel veel boeiends gedaan, ben ik in bad geweest. Ja, ik weet niet heel veel. Ik heb natuurlijk over mijn nek verteld. En ja, Marley kwam me vandaag niet in vorm dat hij handen is vandaag ging. En daarom heb ik ervoor gekozen om nog even een leuk beeld hierna af te spelen. Van een show die ik heb gegeven in september volgens mij. En die show had ik niet gevlogd. Maar ik had dit stukje had ik wel gefilmd, want dat vond ik wel heel erg grappig. Dus veel plezier met kijken daarvan. En ik zie jullie heel graag morgen weer. Slaap lekker alvast. Doei doei! Oh, met één hand hoor. Tadaa! Hoe cute. Ik vind hem echt cute. Maar ik ben dus onderweg en ik heb net even nog met Astrid gesproken. Dat ze met de auto van Suus vaststaan in de sneeuw. Wow! Hoe is dit zo knap? Ik dacht dat ik het al zit. Slaap lekker!